Perfectie. Wat is perfectie? Acrobatie, spectaculaire houdingen of het esthetisch perfect plaatje van een yoga-oefening? Wat is perfectie? Laat perfectie los. Ieder perfect plaatje is en ziet er voor iedereen anders uit. Door je bouw van je skelet, structuur van je spierweefsels, de constructie van je gewrichten of door blokkades. Een perfecte uitvoering is fysiek niet haalbaar. Laten we starten. Hoe lenig je bent, is van ondergeschikt belang. Ons eerste perfect plaatje. Rekken van de adductoren en de onderrug. Ga zitten met je benen gestrekt voor je. Probeer rechtop te zitten. Breng je heupen in een neutrale positie. Plaats dan de voetzolen voor je tegen elkaar, terwijl je knieën naar buiten buigen. Hoe ver je knieën richting de grond komen, is niet belangrijk. Handhaaf het rechtop zitten, zo goed als je dat vanuit deze positie lukt. Is dit moeilijk? Zit dan op een kussen en schuif je voeten verder naar voren, zodat je meer ruimte hebt in je heupgewricht. Nu kun je iets verder voorover buigen. Perfectie. Luister naar je lichaam. Hoe de vlinder eruit ziet, verschilt van persoon door de vorm van je heupen. Botcompressie. De kop van de heup kan tegen je heupkom wrijven. Botten kunnen tegen elkaar drukken. Voel je lichaam. Doe je lichaam geen geweld aan. Pas je houding aan, zodat het prettig en comfortabel voelt. Doe voor je lichaam wat goed voelt. Pas je houding waar nodig is aan. Lenigheid is meer een bijeffect. Vergelijk je niet met anderen of met het perfect plaatje, maar met jezelf. Laten we de bladzijde omslaan voor de tweede rekoefening, een achterwaartse buiging. Kom in buiklig, voorhoofd op de vloer. Plaats je handen onder je schouders. De voorvoeten liggen ook op de grond. Duw je bekken in de mat, zo bescherm je de onderrug. Breng je romp van de mat en steun op je handen. Baby Cobra. Duw jezelf verder omhoog en steun hierbij op je onderarmen. Is dit te intens? Ga terug naar de Baby Cobra. Of schuif je armen iets verder van je weg, zodat de achteroverbuiging minder intens is. Forceer hierbij niets. Iedere stretch is voor iedereen anders. Als je ergens voelt dat je de houding moet gaan verzetten, je de houding aan moet passen, dan moet je dat doen. Wat voor jou het best en prettigst voelt. Waarom ben je lenig of juist zo stijf? Als je weinig ruimte hebt tussen je wervels, kun je niet ver achterover buigen, omdat de uitsteeksels van je wervels tegen elkaar komen. Je moet je grenzen bewaken en respecteren. Forceer jezelf nooit. Het kan alleen pijn of een ernstige blessure veroorzaken. Rekken en strekken moet prettig en ontspannen aanvoelen. Dat is perfectie,
die bij jouw lichaam past. Laten we de bladzijde weer omslaan en naar ons laatste oefening gaan. Een schouderstretch. Kom in kruiszit. Zit op een kussen, zak niet door, zit botjes op de vloer. Buig een arm over je hoofd, handrichting van je bovenrug. En duw met je andere hand je arm naar achteren. Verder rekken, een oefening die meer lenigheid vereist. Gebruik een riem of een band. Laat deze langs je rug hangen. Buig dan de andere arm onder om het losse stuk band vast te pakken. Beweeg je handen naar elkaar toe. Wissel van kant. Andere arm over je hoofd of neem de band langs je rug om. De beweegruimte is verschillend bij elk persoon door de botstructuur van het schouderblad en het schoudergewricht. Daarom zijn de stretch- en yogahoudingen verschillend bij elke individu. Alleen strekken maakt niet leniger. Het brengt het lichaam en de spieren in een staat van ontspanning. Het betekent niet dat ze je spieren langer gaan maken, maar verhoog je pijngrens. Hersenen wennen aan de stress die je uitvoert. Vergelijk je vorderingen niet met anderen. Je bent uniek, maar met jezelf. Laten we eindigen in kruiszit. Respecteer je lichaam. Ontspan en geniet. Alleen wat voor jou comfortabel voelt. En je hebt de rust, ontspanning en de perfectie gevonden. Zo, dit was het voor vandaag. En tot de volgende keer.